Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een AliExpress shoplog voor je. Dat is best wel lang geleden, maar ik had wat dingetjes nodig en ik vond het even best wel spannend omdat er nieuwe regels waren, maar ik heb het uiteindelijk gewoon gedaan. En ik heb de producten binnengekregen, dus ik ga je in deze video laten zien wat ik bij AliExpress heb besteld. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik zei het al even, er zijn dus nieuwe regels op AliExpress. Sinds 2020 moeten ze namelijk ook BTW rekenen. Dat was voorheen niet het geval. En dat veranderde het een en het ander. En daarom weerhield het mij er ook van om wat dingen te bestellen, omdat ik best wel bang was voor een flinke rekening achteraan. Maar dat viel eigenlijk reuze mee, want het wordt bij AliExpress aangegeven, er staat inclusief VAT bij. En als er bij een product, ik zal even een plaatje in beeld nu zetten hoe dat eruit ziet, inclusief VAT staat, zit de BTW er dus al bij. Mocht dit niet het geval zijn, kan het dus zijn dat je een rekening achteraf krijgt. Ook is het zo dat je nu niet meer aan het maximum zit. Voorheen was het zo dat als je voor 21 euro of hoger bestelde, dat er dan nog rekening nakwam van douane. Maar dat is ook niet meer zo. Dit bedrag is verhoogd. Volgens mij is dat nu pas vanaf 50 euro. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar zodoende durfde ik dit dus toch wel aan. Ik zal de prijzen van de producten even in beeld neerzetten. Ik heb gekozen voor 15-daagse levering. Bij sommige producten kan dat. Als je dan voor 10 euro bestelt, minimaal, dan heb je 15-daagse levering en heb je dus je producten binnen 15 dagen in huis. En bij mij was dat zelfs soms al eerder. Soms waren ze er zelfs al binnen 7 dagen. Dus ik heb er niet maanden op hoeven wachten. Goed, ik heb 3 zakken met spullen. Hier zijn ze. Dus laten we gaan kijken wat er allemaal in zit wat ik heb gekocht. Oké, ik heb hier een zakje. Hier zit er 3 pakjes in. We gaan gewoon beginnen met het eerste pakje. En hier zit in een trechtertje. Ik zal hem er eventjes uithalen. Dit is een trechtertje voor diamond painting. Kijk, je kunt hem gewoon zo uitklappen. En dan als je dus je steentjes in een bakje wil doen, zet je hem erboven en dan kun je je steentjes er doorheen doen. Ben je klaar, klap je hem weer in en dan is hij gewoon heel makkelijk op te bergen. Ik gebruikte nu eigenlijk gewoon mijn keukentrechter, maar ik merkte toch dat hij net wat te groot was. Dus ik vond zo'n klein trechtertje wel handig en deze is dus speciaal voor diamond painting. Je had hem in verschillende kleuren en ik heb een rode genomen. Dus dat is allereerst die. Dan heb ik hier ook weer een zakje. Tegenwoordig komt alles trouwens ook dus in grote zakken. Maar als je met gecombineerde levering kiest, krijg je dus gewoon grote zakken binnen waar alles in zit. Ik ga gewoon even scheuren. Ik heb hier wel trouwens een, hoe heet dat liggen? Een schaar. Dus mocht het niet lukken, kan ik de schaar pakken. En hier zit in, ja, een mesje. En ik zal hem er ook even uithalen. Hier was ik een beetje bang voor. Ik dacht dat ik de douane niet door zou komen, maar het is gewoon gebeurd. Het is namelijk een pencutter eigenlijk. Zo ziet hij eruit. Als je dan aan diamond painten bent en je hebt op een gegeven moment een heel stuk gepaint, hou je dat plastic zeg maar eroverheen. En die kun je dus heel makkelijk met dit mesje wegsnijden. Dus dan kun je heel makkelijk dat stuk van je diamond painting wat je hebt gedaan wegsnijden met dit mesje. En dat is natuurlijk wel gewoon heel erg handig. Want ja, ik laat het plastic er altijd overheen zitten. Zodat niet de stukken die ik nog niet gepaint heb, dat daar die plaklaag niet weggaat. Maar op een gegeven moment dan hou je eigenlijk zo'n lap plastic over. Omdat dat natuurlijk niet meer gaat plakken. Omdat er steentjes zitten. Dus die kun je met dit mesje dus heel makkelijk wegsnijden. Volgende pakje. En hier zit in een schraper. Hiermee kun je eigenlijk de diamond paint steentjes nog net even iets harder aandrukken. Ik heb natuurlijk ook een roller. Maar soms heb je steentjes die dan een beetje scheef zijn. Dan kun je ze gewoon eventjes net iets harder aandrukken. Je zou hem ook gewoon er langs kunnen leggen. Zodat je ze nog recht kan leggen. Maar daar heb je ook andere tools voor. Maar je kunt ze eigenlijk voornamelijk gewoon even nog iets harder aandrukken. En dat leek me wel heel erg handig. Want
Ja, ik merk dat het soms niet heel lekker gaat. Dus dat is een schraper. Dat leek me ook gewoon heel handig. En ja, ik heb er ook gewoon voor gekozen om deze producten op AliExpress te bestellen. Omdat het daar gewoon echt een stuk goedkoper is. Dus vandaar. Volgende zak. Hier zit in 1, 2, 3, 4, 5. Zes pakketjes. Ja. Oh. Ik denk wel dat ik een schaar zo nodig heb. Vind ik echt wel zeker. We gaan even knippen. Goh, knip je hem los met los. Handig. Hier zit in een heel handig toeltje. Ik zal hem even uithalen. Soms heb je namelijk steentjes die aan elkaar vastzitten. En die krijg je dan niet zo makkelijk los. En die kun je dan dus hierin leggen. Dan doe je het dopje erop en dan kun je dus draaien. En dan gaan de steentjes van elkaar af. Er zitten eigenlijk gewoon hele kleine puntjes in. En die zorgen ervoor dat die steentjes van elkaar afgaan. Want soms zitten steentjes, ja, door de fabricage, dat ze aan elkaar ja, gegaan zijn. En die krijg je dus voor geen meter van elkaar. Maar met dit handige toeltje kun je ze dus van elkaar afhalen. Dus dat is echt wel super handig. Dus daar ben ik ook wel heel blij, want ik heb het al een paar keer gehad. En dan dacht ik, oké, ik pak wel andere steentjes, want ik kan ze niet van elkaar afkrijgen. Dus daar is deze voor. Dan hebben we hier het volgende pakje. En hier zit dus zo'n toeltje in. Ik ga hem even uithalen. Om je diamond paint steentjes mee recht te leggen. Deze leg je gewoon op je diamond painting neer. En dan kun je de steentjes dus recht neerleggen. Ik ben zo iemand, ik ga nog wel eens scheef met mijn steentjes. Dat is gewoon echt heel lastig. Maar ja, dat vind ik gewoon nog wel eens onhandig om het recht neer te leggen. Dus dan leg je deze tool erop en dan kun je dus je steentjes recht neerleggen. Dat vind ik echt wel ideaal. Dat lijkt me echt heel handig. Dus ik ben heel benieuwd of het ook werkt of dat je hem er ook makkelijk af krijgt, zeg maar, als je je steentjes hebt neergelegd. Maar hier ben ik ook wel heel erg blij mee, want ik denk dat ik dan nog netter kan gaan painten. Omdat dat soms gewoon best wel lastig is. Volgende pakje. En hier zit in een cover voor mijn Switch Dock. Ik zal zo meteen even laten zien hoe dat er dan uitziet. Maar dit zijn dus van die covers en die kun je op je dock van je Switch doen. Als je dus een Switch hebt die je op je televisie kunt afspelen, kun je die eromheen klemmen. En dat geeft een heel erg leuk effect. En je dock wordt ook wat meer beschermd. Ik vond deze heel leuk. Deze is van Animal Crossing. Dit zijn de broertjes Nook. Dus die vond ik echt wel heel erg leuk. Dus daar ben ik heel blij mee. Je ziet hier ook de opening. Dus je kunt ook nog gewoon zien dat je Switch wordt opgeladen. Dat is heel leuk. Maar ik zal eens even laten zien hoe dat eruit ziet. Dat lijkt me wel zo handig. Zodat je een idee hebt wat het dus doet. Zo ziet het Switch Dock er dan uit als je er zo'n hoes overheen hebt. Ik vind het wel heel gezellig staan. Dus ja, dat vind ik wel een leuke toevoeging zo. Staat wel heel gezellig. Even wat vrolijker. Dan hebben we hier een heel plat pakje. Die we ook weer eventjes gaan knippen. En dit is een bakje. Hier zit nu al wat wax in. Kijk. Maar als dit bakje dus leeg is, daar kun je dus kleine stukjes wax in gebruiken voor diamond painting. Je gebruikt wax om diamond painting te doen. Maar heel soms dan merk je dat je hele kleine stukjes wax overhoudt. En die kun je dus heel makkelijk in dit bakje doen. Deze is dus nu al gevuld met wax. Maar je kunt hem dus gewoon, als dit bakje leeg is, gewoon aanvullen met de kleine stukjes wax. Zo droogt het niet uit en heb je het eigenlijk gewoon netjes bij elkaar. Want ja, op een gegeven moment, je hebt in eerste instantie heb je gewoon een vierkantje wax. Maar hoe vaker je wax gebruikt, wordt dat natuurlijk heel klein. En dan kun je het gewoon in dit handige bakje opbergen. Maar ik had niet verwacht dat er ook wel wax in zou zitten. Dus dat is op zich wel leuk. Dus heb ik eigenlijk gewoon een beetje extra wax. Dat vond ik ook wel heel handig. Ik ga even alles van me afgooien hoor, want
Ik moet ook heel voorzichtig knippen, want ik ben gewoon bang dat ik in de spullen knip. Oké, dan heb je hem nog niet open. Kun je een beetje knippen? Nee, dat is lastig, blijkbaar. Wat hebben we hier? Oh ja, een diamond paint pen. Kijk, die ziet er zo uit. Ik gebruik nu eigenlijk voornamelijk de pennetjes die er gewoon bij zitten. Die zijn op zich gewoon prima. Maar ik merkte dat ik toch wel heel graag een beetje een pen wilde hebben met een goede grip. Er zitten ook nog allemaal kleine opzetstukjes bij. Nou, die heb ik wel vaker gezien, want die kun je dus gebruiken om meerdere steentjes achter elkaar te doen. Je krijgt er dus zo eentje. Dan heb je zo eentje, die kun je er dus op klikken. Zo eentje. En zo eentje. Maar het gaat dus om de pen en dit is hem. Het is een hele leuke, mooie diamond paint pen. Die houdt net even wat makkelijker vast en hier kun je er dan... Hier kun je dus dan mee diamond painten. Ik vind het gewoon net iets fijner. Het is een vrij dikke pen. Dus hier kan ik dan net wat makkelijker mee diamond painten. Want die dunne ligt niet altijd lekker in de hand. Die basis pennetjes. Deze is gewoon heel handig. Ik zal hem even terug in het zakje doen. Want er is een kans dat ik het anders ga verliezen. Dat is niet zo handig. Oeh, volgende. Een zakje in een zakje. Oké, gezellig. Oh ja, dit zijn clips. Ik heb er twee. Ik heb hier dus twee clips. Ik zal er even eentje ook uithalen. En hiermee kun je je diamond painting dus vastklemmen. Soms merk je dat hij een beetje gaat oprollen en dan kun je er dus zo'n klem op zetten. Hij is natuurlijk roze. En dan kun je hem gewoon vastzetten. Dus dat is wel heel erg handig. Dan kun je hem bijvoorbeeld om je lightboard heen klemmen. En dan kun je hem gewoon heel makkelijk gebruiken. Dus ja, even twee van... Volgens mij gingen ze ook per twee hoor. Dacht ik. Dan heb ik gewoon twee klemmen om mijn diamond paintings in vast te zetten. Dus dat vind ik ook wel heel fijn. Deze was al leeg. Dan gaan we door naar de laatste zak. Die is ook gewoon echt nog helemaal dicht. We gaan knippen. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf pakketjes nog. Ik ga beginnen met deze, maar ik ga deze even proberen een beetje over te schudden. Want ik weet gewoon niet precies meer wat erin zit. Ja, dit zijn van die nagelclips. Ik lak natuurlijk elke week mijn nagels, maar ik ga er heel vaak naast. En dan krijg ik het niet altijd netjes weg. En hier heb je dus van die clipjes. Die zet je dus, daar zet je je nagel dan tussen. Moet ik even kijken. Deze is heel groot. Deze zou bijvoorbeeld denk ik wel om mijn duim kunnen. Kijk. Dan klem ik mijn nagel erop. En dan kan ik mijn nagels lakken zonder dat de zijkant wordt geknoeid. Je krijgt dus verschillende maten. Ik heb hier ook gewoon kleintjes tussen zitten. Kijk, je hebt hier bijvoorbeeld een heel kleintje. Die zou bijvoorbeeld weer om mijn pink heen kunnen. Nee, daar is mijn pink een beetje te dik voor, lijkt het. Nee, zo dus. Je kunt ze dus gewoon om je nagel heen klemmen. En dan kun je dus je nagels lakken zonder te knoeien. En dat leek mij gewoon echt super handig. Want ik ben echt een knoeierd met nagellak. Vooral omdat ik met mijn rechterhand kan ik goed lakken. Maar met links dus niet. Dus daar vind ik deze wel heel erg handig voor. Dan kan ik tenminste op een nette manier mijn nagels lakken zonder dat ik te veel knoei. Hè, waarom zitten er... Dit snap ik dan weer niet, hè. Waarom zit dit erbij? Die link leg ik niet helemaal. Het zijn een soort van stickers. Nou ja, het gaat om de klemmetjes in ieder geval. Dat was voor mij het punt waarom ik ze heb gekocht. Oh, hier denk ik dat ik al ook wel weet wat erin zit. Een plakpakje. Kijk, dit zijn glaasjes.
voor mijn speaker. Voor mijn speaker van Apple. Die kun je er dus op plakken. En dan wordt het niet zo beschadigd. Maar als het goed is, moet er ook een achterkantje in zitten. En die zie ik niet. Want dit is er gewoon eentje. Of zijn er twee op elkaar? Nee, dit is er eentje. Ik dacht eigenlijk dat er ook een onderkantje bij zou zitten. In ieder geval, de bovenkant wordt dan, zeg maar, beveiligd door zo'n schermpje. En dat leek me wel heel erg handig. Zodat je hem ook gewoon wat makkelijker af kan nemen. Dus die kan ik er ook mooi op plakken. Alleen ik snap het niet helemaal. Want er hoorde ook, als het goed is, nog een onderkantje bij te zitten. Dus daar moet ik wel eventjes naar kijken of dat wel klopt. Want dat weet ik dus niet. Want die zie ik dus niet hier in het zakje zitten. Want ik zie hier alleen nog... Oh, hij is ook gewoon los. Deze in zitten. Maar even kijken. Misschien zit hij nog in het zakje hoor. Want het, hij is dus los. Nee, er zit niks in het zakje. Dat is wel een beetje gek. Want er zou ook een onderkantje bij moeten zitten. Maar dan moet ik dat nog even nakijken. Want dat klopt dan niet helemaal. Dat is een beetje gek. Maar misschien kan ik die zelf ook nog wel ergens van knippen. Zo'n onderkantje van een iets of zo. Maar dat is dus die. Wat is dit? Een dik pakje. God, ik krijg het weer niet open. Schudden! Oh ja! Oh, dit is ook niet de goede. Het is een beetje jammer. Ik had dus een casecard besteld voor mijn Switch games. Maar ik had er eentje besteld van Animal Crossing. En dit is geen Animal Crossing. Dus deze hebben ze verkeerd gestuurd. Daar ga ik wel even een melding van maken. Want dat is dus niet oké. Okay. Want ik heb dus de verkeerde binnen gehad die ik had besteld. Ik zal even het plaatje in beeld niet zetten welke ik had besteld. Die was echt heel leuk. Maar ja, deze is dus niet goed. Dus ja, dat is een beetje jammer dat dit niet de goede is. Er gaat dus ook wel eens wat mis. Volgende pakje dan. Ja. Ik ga hier maar even een puntje van afdoen. Want ik weet... Kijk, dit zijn namelijk glaasjes voor mijn telefoon. Voor de achterkant van mijn telefoon. Die zijn namelijk voor mijn camera. Er zitten dus van die glaasjes op. En ja, die kun je dus bedekken. Ik had eventjes een nieuwe nodig. Dus ik dacht, ja, ik wil die gewoon eventjes weer hebben. Die waren bij AliExpress goedkoop. Als het goed is, zijn er twee. Maar daar twijfel ik nu ook een beetje aan. Dat het toch eentje is. In ieder geval heb ik weer eventjes een nieuwe. Ik laat hem even dicht zitten. Ik zal even een plaatje in beeld neerzetten hoe het er dan uitziet. Maar goed, die heb ik dus ook. En er zitten ook weer twee doekjes bij. Dus dat is die. En dan het laatste pakketje. En dat is een telefoonhoesje. En dat is deze. Kijk, het is een make-up telefoonhoesje met een make-up palet. Dat vond ik er wel heel leuk uitzien. Alles is verder ook gewoon bedekt. Er kan hier ook een koordje in. Dat is wel handig. En ik hoop eigenlijk dat deze wel gaat werken met mijn... voor het koord die ik heb. Zit gewoon gelijk eens even proberen of dat wat lukt. Ik zal even dat koordje pakken. Kijk, ik heb hier namelijk dat onderkantje. En in mijn huidige hoesje lukte dat niet. Ik ben heel benieuwd of het bij deze wel wil. Die leg ik er dan zo in. Dan haal ik er deze tegen af. En dan even kijken hoor. Het was een beetje een priegelwerkje, maar het moet wel lukken. Ze zien dat hij het bij deze ook niet doet. Zal me niet verbazen. Even kijken. Oh, dan gaat hij er weer af. Eerst de onderkant erin klemmen.
Hij is wel een beetje stroef. Werkt ook niet helemaal lekker voor mijn gevoel. Maar het past wel, maar ik weet dus niet of de oplader er nu in kan. Maar hij sluit verder wel mooi aan. Zo ziet het er dan uit. En dan steekt hij dus hier aan de onderkant uit. Maar ik zal even kijken wat er gebeurt als ik hem eruit haal. Of dat hij dan toch beter aansluit. Dat zou betekenen dat hij er toch niet helemaal lekker in lucht. Nee, als het goed is wel. Volgens mij wel. Nou ja, zo ziet hij er dan uit. Ik vind het in ieder geval wel heel erg leuk. Dan waren dit alle AliExpress aankoopjes die ik dus heb gedaan. Ik ga dus nog eventjes een melding maken over die case. Want die is dus niet helemaal goed. Dat vind ik heel erg jammer. Ik ga toch eventjes vragen of er een onderkantje bij die van dat voor die speaker bij worden te zitten. Want die stond namelijk wel op het plaatje. Dus die, dat wil ik eigenlijk wel eventjes weten. Ik ben in ieder geval wel weer heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij de laatste tijd nog wat hebt gekocht op AliExpress. Omdat je er ook mee bent gestopt. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik vind het in ieder geval wel weer heel erg leuk. En ik ga er lekker gebruik van maken. Ik vind het telefoonhoesje ook eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ja, ik ben in ieder geval weer super blij mee. Ik wil je bij deze in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!